idee. Ik zit nu na te denken in mijn hoofd. En toen bedacht ik me, oh ja, wacht, ik kan helemaal niet nadenken. Oh ja, helemaal vergeten, ik kan niet nadenken, joh. Hallo mensen van GamingSB, welkom bij een gloednieuwe aflevering. En voordat jullie dingen gaan zeggen, ik weet het is een tijdje geleden. En het spijt me, maar we hadden Pokémon Week gehad en ik dacht, weet je wat, ik doe daarna eventjes een weekje geen Pokémon. Dus ja, dat had ik gedaan. En toen bedacht ik me later van, laat ik nu Pokémon Sweet opnemen. En omdat deze serie iets meer editing nodig heeft en ik niet altijd tijd heb om te editen, heb ik dus deze niet opgenomen en daarom Sweet en daarom kwam deze niet online. Dus ik vind het sowieso lastig, want ik vind het heel lastig, wat moet ik nou doen? Moet ik nou Pokémon Sweet of Pokémon Heart Gold doen? Dus dat. Ik vind het gewoon echt een lastige keuze. Want ik vind het alle twee leuk om te doen, maar deze serie heeft wat meer editing nodig en hij loopt soms vast en dat zorgt dat ik er minder zin in heb. Dus dat is waarom waarschijnlijk Sweet wat vaker online zou komen. Dus dan weten jullie dat. Voor de rest heb ik niet echt iets te zeggen, denk ik. Ja, wat was Togepi ook alweer? Want ik heb Togepi is gehatcht en zo. Yay. Goed val, man. Dus, nu wil ik weten welke type dat ook alweer was. Want ik ben er helemaal uit. Ik weet van de anderen weet ik het nog wel een beetje. Maar van Togepi, geen idee. Summary. Die heeft de XP-share. Ook Dark. Oké, en die had Bite, Flatter, Extra Sensory en Charge Beam. Dus dat is op zich wel nice. Oké. Ik denk dat ik Togepi ga verwisselen voor... Nee, wacht. Dat ga ik nog niet doen. Ik ga zorgen... Ik ga nu eerst nog iedereen bij me houden. Heb ik Centric niet bij me? Hoezo niet? Want die staat namelijk niet in de layout. Oh, dat komt natuurlijk omdat ik eerst een egg had. Die is nu gehatcht naar een Togepi. Maar Togepi gaat vanaf nu af aan ook serieus in deze team blijven. En Hyperhidro houden we nu ook even bij. Maar niemand weet of dat zo blijft. Nee, dat is gewoon heel lastig, oké. Dus we gaan gewoon een beetje spelen. En het kan zijn dat ik hiervan langere afleveringen maak. Gewoon puur, ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het ook wel leuk om een keer lange afleveringen. Want ik heb eigenlijk heel vaak niet lange afleveringen. Omdat ik dat gewoon puur niet kan dingen. Dus heb ik een Waterstone? Oh ja, wacht, ik kan er natuurlijk niemand mee laten evalueren. Ik zit ook gewoon heel random nu hier naartoe te kijken. Oh ja, dat wou ik denk ik. Nee, ik weet niet. Ik weet het ook allemaal niet. Ik weet het allemaal niet, jongen. Oké. Oh nee, wacht. Die krijgen we pas in dingen. Oh shit, we krijgen nu een rival battle. En serieus, ik vind deze rival vind ik de kutste van allemaal. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik gewoon. Dat vind ik gewoon oké. Dus, we gaan nu tegen battelen. Ik weet niet meer hoe ik hem heb genoemd. Boyfog? Waarom Boyfog? Wat? Sander? In het verleden? What the fuck? Serieus, designer Boyfog? Oké. Goed verhaal. Oké, Croaky. Oh ja, dat is natuurlijk Fire. Maar Water Balls. Even kijken of dit super effective is, want dan weten we een beetje wat het is, weet je wel. Volgens mij is dat zo'n super effective geluidje. Ja, nice. Dus dan is het Ground, Fire, Rock volgens mij ook. Als nog meer water super effective tegen. Even denken hoor. Bayleaf, dat zal wel... Ik heb geen idee meer. Laafvlieg doen we, want dan hebben we Fire en Water. Waar is vuur of water nog meer goed tegen? Ik heb echt geen idee. Mijn gedachte kan niet meer nadenken. Doe maar dive. Octazooka, is dat niet... dat is volgens mij poison. Maar, dan is de vraag, is hij poison? Volgens mij, Octazooka, is dat... Nee, wacht. Ja, is dat Octazooka? Nee, ik weet niet.
Water doet in ieder geval niet echt veel. Dus Otsuka, dat lijkt wel een poison. Nou, zo niet. Maar ik dacht dat het een poison was. Ik heb geen idee wat het is. Wie gaan we inzetten? Oh, mijn Pokémon zijn zo low level. Fuck it, we gaan gewoon voor Croaky en we zien wel. Otsuka, ik heb echt geen idee. Waarom weet ik niet wat dat is? Oké, Shadow Claw. Dit klinkt als super... Oh nee, nee, toch niet. Ik dacht eventjes dat het klonk als super effective. Maar, oh shit, geen crits. Oh, special random maar. Dragon. Nou, Dragon zal wel weer super effective zijn. Want Dragon is gewoon een hele sterk type. Type, bedoel ik. Ja, type type, maar half 2. Special rent nog maar een keer, joh. Gewoon blijf special renten, jongen. Gewoon totdat hij dood is. Totdat hij dood is. Wat ben ik weer aardig. Is dit eigenlijk zo'n one hit KO move? Nee. Nee, maar het is wel super effective. Ik weet echt totaal niet wat dat is. Ik vraag me echt af. Ja, ik heb geen idee. Ik zit nu na te denken in mijn hoofd. En toen bedacht ik me... Oh ja, wacht. Ik kan helemaal niet nadenken. Oh ja. Helemaal vergeten. Ik kan helemaal niet nadenken, joh. Ja. Mijn Croaky is ook onderleveld, vind ik. Want meestal hoort die... Crunch! Yes! Crunch is zo fijn. Crunch is zo fijn. Flutter is used to confuse the foe. However, it also raises the target's special. Weet je wat? We doen gewoon voor dat. Het boeit me niet. Boeit me gewoon niet. We doen gewoon crunch. Wij willen dat Misty... ja, we gaan gewoon blijven en... Wacht, geeft hij anders ook altijd een sluk, maar dat wist ik dus niet. Oh ja, dat komt natuurlijk omdat hij nu... ja, dat komt omdat hij natuurlijk geen Cyndaquil heeft. Altijd als hij geen Cyndaquil heeft, dan doet hij dat. Dus dan heeft hij een sluk, maar... En ik doe altijd... Ik gebruik eigenlijk heel vaak, als ik een starter moet kiezen... Kies ik dinges. Shit, ik doe het nog een keer... dat was niet zo slim. Maar dan kies ik gewoon de vuurstarter. Daarom heb ik ook wel een beetje een obsessie voor vuurstarters. Toch vind ik hier toch echt Croaky leuker. En in Hoenn vind ik toch... Of Hoenn, dat zei ik echt heel raar. Hoenn. Vind ik... vind ik het toch leuker. Waarom is iedereen trouwens een vrouw? Ik kijk hier ineens naar en ik zie... Hey, iedereen is een vrouw. Oké, wacht. Was ik eerst? Ja, vast wel. Vast wel. Mist! Sukkel! Oké, rage. Rage, dikke rage. Om eigenlijk helemaal niks. En Croaky gaat dood. Croaky is dood, nee. Nou ja, gelukkig toen geen Nuzlocke, want anders dan ging het niet zo goed. Nee joh, echt? Ja, echt. Oké, goed verhaal man, goed verhaal. We doen Mudshot. Oh ja, dit was Mud hè. Of Ground bedoel ik. Ik ben zo in de war. En dan bedoel ik niet in de oorlog. Dat is mijn eigen bedachte grap. Heb ik die al een keer... Ik heb die vast wel een keer in een later video gezegd. Want daar begin ik altijd met een grapje. Zo van... hoe noem je mensen die in de oorlog zijn? Die zijn heel vaak in the war. Dus ja, dat doe ik vaak bij Layton. Of date eigenlijk. Ik heb nu geen Layton serie lopen. Dat komt omdat ik zoveel series heb lopen. En ik moet er eigenlijk echt eentje afsluiten. Want... Ja, anders heb ik zoveel series lopen. Wat moet je, Proverb Elmo? Oh, wacht, dit is volgens mij voor de storyline. Great news. Edge hacked. Ja, yeah, I knew it. Bla bla bla. Goed verhaal, man. Ja. Oké. Ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik hierop moet zeggen. Ik weet het gewoon niet meer. Ik weet het allemaal niet meer. Ik ben gewoon heel verwarrend. Ja, nou, dat wisten jullie al. Ja. Ik ga eventjes trouwens dinges voorop zetten. So bad. Maar anders dan krijg je weer dat... oh, wacht. Kan ik niet... Wacht. Kan ik niet milk drink? Dat hij dan de helft van de rest... Oh, nee. Ik kan niet op feint Pokémon. Oké. Heel raar. Ja, ik vind het sowieso raar, weet je. Want in de games heb je zo van... Dan zijn ze feintend. En dan na... Zeg maar, als de battle dan afgelopen is, dan kunnen ze ineens wel, dan zijn ze wel zwakker, maar dan kunnen ze ineens wel praten en zo. Dat is heel raar. En als je ze in een Pokéball doet, ook, dan hier is ook een soort van. Terwijl, dat is heel raar, want dat is in de games niet. Dat zou sowieso ook fucking OP zijn als dat zo was.
Nee, serieus, ik meen dat, want dan zou ik gewoon echt niks meer aan. Ja, ik denk dat ik het dan ook veel minder leuk vind. Dus ja, dat. Oh, ik ga trouwens eventjes saven, dus ik zie je zo terug, anders vergeet ik dat. En dan blijf ik doe kut en dan. Oh, oké. Okay. Dus ja, waar was ik eigenlijk gebleven? Ik weet het al niet meer, jongen. Dat saven, dat duurt oprecht lang. Nou, nu viel het wel mee, maar ik. Het duurt wel redelijk een tijdje, zeg maar. Het is niet heel kort. Laten we het daarop houden. Hey, meneer. Ik weet niet hoe je heet. Hoe heet je? Farfetch. Oh ja, dit is met die Farfetch. Dan moet je die Far. Dit vind ik oprecht een leuke feature van de game. Dat je die Farfetch moet vinden. Dat vind ik uniek. Dat vind ik leuk. Ik hou wel van als games een unieke tint hebben. Of tint. Een unieke feature zoals dit. Net zoals, hoe heet dat? De Poké Triathlon. Dat gaan we ook nog vast wel een keertje doen hoor. In een aflevering. Dat is in de National Park. Dus als je na de National Park is, als je na Golden Rod City. Dan kun je naar de National Park. En als je die gate, zeg maar, van de route naar National Park. Daarin zit een. Zo'n die ja die gate daar kun je ook naar links en dan kom je bij de Poké Triathlon en dat vind ik oprecht een leuk dingetje ja terwijl dat hebben ze nooit volgens mij in anime gehad ofwel ik heb er geen idee oeh en we kunnen hier weer een Pokémon vangen ik ben benieuwd wat het is want ik heb er geen idee Caterpie oh ja die hebben we al nou ja wij hebben die nu niet meer maar je snapt misschien wat ik bedoel zo niet dan heb je pech. Ik ben ook gewoon echt gemeen soms. Soms, heel erg soms. Ja, ben ik gewoon gemeen. HP up, yeah. Ja, nee, ik ben best wel vaak. Nou, ik vind mezelf niet echt gemeen of zo. Maar ik vind mezelf. Ik kan wel aardiger zijn, zeg maar. Als ik wil, kan ik wel aardiger zijn. Oh, moest dit ook weer? Ik weet nog, hier zat een heel fel trucje. Dat weet ik sowieso nog. Maar, ja. Weer een Caterpie. Echt, zitten hier alleen maar Caterpies? We zijn er nog maar twee tegengekomen, maar alsnog. Ik snap het niet. Oké, laten we doorgaan. Want dat is leuk en zo. Doorgaan met games is altijd wel handig. Als je de game uit wil spelen. En het is weer de toetsenbordkat. Voor de mensen die. Als je de toetsenbord nog niet kent. Schaam je. Gewoon oprecht schaam je. Kijk, hier moet je dit doen. En ah, je doet echt vervelend, kat. En dan moet je hier. En ja, hier. Kijk, hier, dat wist ik eerder niet. Toen ik de eerste keer dit spel deed, wist ik niet dat je hier langs kon. Dus toen had ik het opgezocht, denk ik, op YouTube of zo. Ik weet niet meer hoe ik het heb gedaan. Maar uiteindelijk kwam ik er natuurlijk wel achter. Want. En toen kwam ik bij Whitney. En toen was het zo van. Ah, was ik er maar nooit achter gekomen, Whitney. Waarom moet ik nou weer naar de hel? Whitney is de hel voor de mensen die het willen weten. Oh, maar wacht. Whitney kan natuurlijk nu geen milk drink misschien. Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar waarschijnlijk wordt de milk tank geen normal type. En kan die dus ook geen milk drink. Dus dat is voor ons heel gunstig. En ook geen rollout. Of hij moet rock zijn. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Want wij hebben best wel dingen tegen rock volgens mij. We hebben geen fighting type. Maar misschien komen we die nog tegen. We gaan eventjes kijken. Is het. Ons eerste HM, ja, hè? Volgens mij wel. Ja, dus ons eerste HM. We gaan die gebruiken. En, ja, wat gaan we daarmee doen? Aan wie gaan we hem geven? Wie kan hem eigenlijk allemaal? Nee, alleen onze starter kan hem. Dat vind ik altijd zo vervelend. Ja, dit is best wel even iets om over na te denken. Heb ik dit gerandomized? Anders dan, waarschijnlijk hoorde je mijn kat nu ook. Want die doet zo van. Ah, ik wil met je spelen of zo. Nee, niet spelen. Daar is ze te oud voor, denk ik. Maar. Ja, ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet wat ik moet doen. Ja, wat ik kan doen is Centered als. Echt als HM-slave gebruiken. Oh shit. Shit, nee, dit wou ik helemaal niet. Dus dan gaat hij ook niet bij de team. Zeg maar. Want dan, dat vind ik gewoon niet leuk. Weet je, dan moet ik de layout aanpassen voor iemand die helemaal niet permanent team member is.
team member, team in onze party zit. Daar gaat het om. Misschien als ik hier een Paris of zo kan vangen, dat die wel. Want volgens mij heb je hier ook een Paris. Tenminste, als ik hier inkom, staat er oprecht Paris. Dus waarom niet? Ik kan wel even kijken. Ik zie je wel als ik een andere Pokémon dan Caterpie ben tegengekomen. Oké, ik heb maar even gekeken en ja. Alles wat ik hier kan vinden is zeg maar niet echt. Kan ik nu of heel slecht vinden of niet. Dus ja. Ik denk ook van laat maar zitten, weet je. Ik moet even een keer in de avond opnemen. En dan terug naar Ilex Forest. Want dan kan ik een Oddish en een Zubat. Oh ja, Zubat hebben we al trouwens. Nee, Paris bedoel ik. Paris, ja, want dan is daar meer kans op. Oddish is dan wel veel kans. Dus dan moet ik gewoon dan eventjes kijken. Dus we zien wel. Oké, ik weet niet waarom ik eigenlijk naar de Pokercenter ga. Oh, ik wou helemaal niet hier. Dat was het. Ik wou dinges doen. Oh, en we moeten even kijken voor de move Headbutt. Want dan kan ik een Hoothoot, een Noctowl en een Pineco vinden. En Pineco wil ik best wel gebruiken. Want die heb ik echt nog nooit gebruikt in een dinges. Maar ja, Brock wel. Brock wel. Dus ik ben jaloers op je Brock. Nee, valt wel mee. Ik moet dan... Centred kan sowieso... kut, want dat is ook echt zo'n typische HM-slaaf, weet je wel. Dus, dat. Gewoon dus dat. That's it, G. Oké, gevaarlijk. Gevaarlijk is het trouwens. Ik zei gevaarlijk. Deze gaan we toch niet veel gebruiken, dus ik noem hem gewoon voor die. Oh ja, ik heb hem trouwens op superspeed staan. Doe ik eventjes niet. En go. Ik moet eventjes kijken waar je Headbutt kan krijgen. Ik moet sowieso eventjes kijken of Centred nu dinges kan. Anders dan weet ik dat ik dat ook heb gerandomized. Dit is namelijk ook alweer natuurlijk een tijdje geleden dat de eerste aflevering online heb gegooid. Dus ja, dan weet je dat niet meer, hè. Dan weet je dat niet meer. Nee. Oké, refresh. Poison Fang, Moonlight, Fake Out. Dan gaan we voor refresh, want... ik denk dat Moonlight beter is. Ik denk Heal is beter dan status effecten wegbrengen. Ook al is dat ook wel heel handig. Maar Poison maakt je in deze ding toch niet dood. Deze ding ook echt. Sander, waar gaat het heen met je Nederlands? Nou ja, doet er niet toe. Ik weet al helemaal niet meer wat ik nu aan het zeggen was. Ja, deze ding. Boeit me ook niet meer. Fuck it, YOLO. Ik ga gewoon door met deze game en zo. En niks gebeurt. Niks gebeurt. Wat? Wat is er gebeurd? Helemaal niks. Precies. Jij snapt het. Oké, let's go. Deze kat is echt vervelend. Ze ligt echt zo dat net niet op mijn toetsenbord, maar wel dat het vervelend is, zeg maar. Dat ze net voor het toetsenbord is. Dus dan kan mijn hand niet rusten op mijn bureau. Ja, goed verhaal, man. En is dit... Wat is dit eigenlijk? Volgens mij is dit in... wacht. Dat is... ja, in Pokémon Glazed. Dan komt daar Celebi. En dan zetten de bad guys Ilex Forest in de fik. En dan komen er bad guys en zo. En zoals gewoonlijk. dat is wel eigenlijk best wel... logisch. Ja, het is gewoon zo'n typisch Pokémon dingetje. Nou is het niet... nou, valt dat ook wel weer mee, want het is niet per se Pokémon. Ik wil echt weten, volgens mij is dat de gast die Headbutt geeft. Ik moet echt even kijken. Want ik wil gewoon weten. Ik wil gewoon weten. Hey, een Zubat. Oh, nu komen we een Zubat tegen. Maar dat helpt niks als we die al hebben. Ik wil wel een gevarieerd team, zeg maar. Ik wil niet van allemaal dezelfde Pokémon's hebben. Dat is niet mijn voorkeur. Nu sta je voor Buildcat, alsjeblieft. Oh ja. Dit is beter. Blijf zo. Dan vind ik het helemaal goed. Nou, katje ook weer lief. Katje is braaf. Oh, braaf katje. Oké, dat ook weer gehad. Trouwens, als je wil weten welke kat het is, ga naar de Gamelands Baby website. En daar staat
waarschijnlijk iets over Angel. En Angel is de toetsenbordkat. En oh ja, dit is de gast die hebben doet. Dus dan kunnen we ook een Pineco. Ik weet niet meer hoeveel procent kans dat was. Volgens mij was het iets van 30% of zo. Ja, 30%. Dus we hebben meer kans op een hoedhoed. Maar die hebben we ook nog niet. Dus die kunnen we eventueel ook in ons team nemen. Moeten we even kijken welk type dit is. Als Pineco nou echt een kut type is. Dan, ja, weet je. Of een fire type, weet je wel. Dan hebben we niks aan. Ik weet niet. Iedereen kan het leren ofzo. Of hoe zit dit? Laten we... Ja, ik denk Croaky. Want ik denk dat Abbott is trying to learn. Nee, wacht. Wacht, ik wilde het niet aan Croaky, want Croaky heeft al best wel... Wacht even. Ik moet even denken. Wie ga ik Habit geven? Wie heeft nog niet zoveel goede attacks? Die ga ik Habit geven. Kan ik niet ergens Summery doen? Ik kan Kattenplas. Volgens mij heeft die 1 niet zo'n goede attack. Dus dat gaan we even doen. En we gaan het even versnellen. Wat? Kan die dat niet? Sorry, that Pokémon cannot learn Headbutt. Deze ook niet zeker. Nee, oké. Gevaarlijk misschien. Misschien? Gevaarlijk. Ja, kijk, is trying to learn it. Goed zo. Dan doen we dat voor... We gaan hem toch niet gebruiken. Dus ik doe hem ook gewoon voor Moonlight. Weet je? Ja, ik bedoel... Ja, we hebben hem alleen in ons team als we kut nodig hebben. En dat is echt kut eigenlijk. Haha, see what I did there? Haha, ik ben nu heel erg grappig. Ik ben zo vandaag zo grappig. Zo grappig was ik... Oh nee, wacht. Ik ben nooit grappig geweest. Ja, oké. Okay, doe maar. Doe maar Habit. Go, gevaarlijk. Doe Habit. Wacht. Ja, dan krijg je altijd een Pokémon battle, hè. Dus dan weten we dat ook weer. Een hoedhoed. Eventjes kijken wat het is. We gaan gewoon eerst Milk Drink. Gewoon puur omdat ik Stone Edge. Dus dat is Rock waarschijnlijk. We kunnen even kijken. Metal Claw. Dus het kan metaal. Steel kan wel nice zijn. Dus we doen Dragon Rush. Hopen dat hij niet doodgaat. Oké. Nou, dan gaan we het nog een keer proberen. We hebben natuurlijk altijd nog de kans. Oeh, ik zal eventjes die XP share. Oh nee, hij is nog 10. Dan doen we dat wel. Ja, of we moeten gevaarlijk toch weer terug doen in het team. Maar ik denk het niet. Nee, ik denk niet dat ik dat ga doen. Het is een beetje lastig, want we zitten nu heel erg te kloten met welk team wil ik. En ja, dat is lastig. Nou ja, Misty blijft sowieso, want dat vind ik wel een goede aanwinst. Dus misschien kan Misty wel wat verzwakken trouwens. Misschien wel, want we hoeven hem natuurlijk niet dood te maken, hè. Ice Shard, oeh, ijs. Dat hebben we ook nog niet, hoor. Charge Beam, wacht. Charge Beam, het kan zijn dat het niet werkt. Ice Punch. Ik denk toch dat het ice is. En dan hoop ik dat het niet te veel doet. Hij is anders natuurlijk wel super effective. Maar nu niet. Dus dat is mooi. Oh wacht, mijn special attack gaat daardoor omhoog. Dus hij doet steeds meer. Daar moet ik mee oppassen. Want als ik nu een critical hit, dan mag ik hem nu niet meer vangen. Of nou, mag wel. Maar... Oh, ik heb alleen een fastball. Oh mijn god, Sander. Ik had even ballen moeten kopen. Ik had nog, hè, aan het begin van deze aflevering. Ik dacht nog van... Nee, ik moet echt... Ik zat nog te kijken in mijn bek en zo van... Oh nee, dat is niet nodig, weet je wel. Maar toch. Hij is dus ice, maar hij kan ook Stone Edge. En hij kon nog iets anders. Metal Claw. Ja, we noemen hem... Hoedhoed. We noemen hem Rowlet. Gewoon puur om jullie hype te maken voor de nieuwe dinges. Ik zit echt te twijfelen trouwens, hè. Van, moet ik een 3DS kopen met... Moet ik een 3DS kopen met Sun and Moon natuurlijk. Want wat anders. Ja. Het zou een beetje raar zijn als ik dan geen Sun and Moon. Maar jullie wel hyped voor Sun and Moon. Ik zit er best wel over na te denken. Want ik vind Litten en zijn evolutie zo goed. En ik wil hem hebben. Nou ja, dat dus. We gaan sowieso eventjes uit deze forest proberen te komen. En dan zal ik denk ik de aflevering af. We kunnen nog eventjes kijken of we een Pineco tegenkomen. Dus ik zie jullie als we Pineco hebben tegengekomen. Oké, ik heb even zitten kijken. En er moet ergens een speciale tree zijn. Waar ik Habit op kan gebruiken. Want is dat special tree. Maar ik weet niet wat het verschil is tussen special en gewoon Habit.
Dus het is een beetje raar, vind ik. Maar dat zoek ik nog wel op als we hier uit zijn en eventueel bladibabla, weet je wel. Ja, weet je. Ja, dat. Dus, ding is denk ik zo van, fuck jou, ik ga ook gewoon weglopen. Fuck jou, so bad, kom terug. Keer terug, so bad, so bad. So bad, so bad. Oh, ik vind echt dom dat ze dat ze nog geen aflevering zo hebben genoemd. Icicle Plate. Kijk, dat is goed voor Hoot Hoot. Oftewel, Roll It, zoals ik heb genoemd. Dit gaat zo verwarrend zijn. Wie noemt ze nu Hoot Hoot dan ook Roll It? Ja, ik. Misschien had je het al gemerkt. Misschien, heel zeker. Ja, ik weet niet hoe je kunt zien of wat speciaal is, zeg maar. Ja, het is een beetje apart. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Oh ja, trouwens, voor de mensen die zich afvroegen, is dat niet die special tree? Daar kreeg ik überhaupt geen Pokémon uit, dus ik denk het niet. Maar misschien ook wel, trouwens. Ik heb geen idee. Mijn mind is echt blown. En we zijn nu in deze... ik ga de avond niet langer maken. Dus ik zie jullie de volgende keer. Vond je dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vond je dit geen leuke video? Vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.